Is ook een witte onder bij jou? Oh joh, ik vind het wel stoer. Ja, daarom wil ik wel dat ik de baas ben. Ja, ja, want leuk, maar hij is ook pittig naar jou zijn. Ik ben niet zo heel dominant. Ik ga eens even lekker met de honden spelen. Hé, en even jezelf maken. Ja, omdat hij omdringt van anderen laag. Ja, je ziet net, ging hij even rustig daar zitten, zo van oké, en dan laat hij hem met rust. Maar hij is ook heel behulpzaam of zo. Ja. Als hij het gevoel heeft van er komt iemand in het nauw, dan helpt hij. Dat heeft hij al een paar keer gedaan. Ja. Hij is in principe aan het sturen nou, hè? Okay. Want hij is onzeker en dominant. En dan heb je zoiets van, nou, ik wil niet dat je dominant bent, je hoeft ook niet onzeker te zijn. Ja, ja, want eigenlijk nou, zit hij even rustig. Maar hij is nog niet helemaal rustig. Klinkt wel zielig, hè, dat is piep. Ja, dat is een puppy-alarm. Nee? Nee, het is niet zielig. Dat is onzeker, is gewoon puur onzeker. Als hij zich eigenlijk eventjes gedraagt, zo, dan is hij nou ook rustig. Laat hij hem even met rust. Kijk, maar dit wil ik niet, dat ze tegen mijn benen uitstaan. Dus, kijk, dan doe ik zo, dat is heel netjes naast mijn wijsklemt je benen. Ja, dat wil ik dus niet. Dan heb je een nieuwe witte broek aan. Ja, dan doe ik dat niet zo raar. Lekker in de tent, hè. Als je dit blijft doen,